Uw cliënt werd deze week veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar... voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. Maar u gaat in hoger beroep. Ik ga u zo even corrigeren, maar gaat hem even door. Maar u maakt toch geen schijn van kans? Want die verdachten hebben zulke domme dingen gedaan. Het adres bijvoorbeeld van het slachtoffer stond ingevoerd... in de navigatie-app van uw cliënt. Ja, dat kan natuurlijk een hele goede verklaring kan ervoor zijn. De heer Kemps, wat staat er in uw navigatie-app? Het gewone rijtje. Carré, Febo, Graf van Charles Aznavour. Kijk, ziet u? De heer Kemps heeft ook het adres van een overleden persoon... in zijn navigatie-app staan. Volgens de heer Lodiers heeft u de Charles Aznavour vermoord. De verdachten hadden ineens de dag na de moord ook ineens heel veel geld. Ja, maar dat kan natuurlijk ook een hele goede verklaring voor zijn. Misschien hebben ze een baantje genomen bij de McDonald's. Of bij de McKenzie. Ja, maar u staat ook wel bekend dat u de naarste criminelen verdedigt. Klopt. Misdadigers, kinderverkrachters. Van die mensen die in de supermarkt in alle avocados knijpen. Ja, echt waar. Het ergste van de ergste, echt waar. Ja, u bent eigenlijk gewoon een beetje advocaat van de duivel. Nee, niet meer. De heer Lucifer en ik zijn uit elkaar gegaan. Hij vond mijn gezelschap nogal kil en ongevoelig. En in zijn woorden ook een beetje eng. Zou u de heer Siewert van Liende verdedigen? Oh, nee. Ik moet mezelf wel gewoon in de spiegel aan kunnen blijven kijken natuurlijk. Hè? Oh. Dankjewel voor het kijken. Heb je nou genoten? Nou, kijk dan de hele uitzending terug op NPO Start.